Elk jaar worden 300.000 bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger gemaakt en worden er verschillende maatregelen toegepast om een woning of gebouw zo duurzaam mogelijk te krijgen. Natuurlijk is er al tal van apparatuur die gebouwen onder andere kunnen verwarmen, koelen en ventileren, maar met de stijgende energieprijzen lopen de exploitatiekosten van gebouwen hoog op. Gelukkig is dit nu anders. We praten met David van Mechelen van Global E-Systems over een andere manier van duurzaam omgaan met een woning of gebouw door autarkie. Autarkie komt van een samenvoegsel van de twee Griekse woorden autos en archeo. Autos betekent zelf en archeo betekent voldoende zijn. Tezamen eigenlijk wel zelfvoorzienend. Zelfvoorzienendheid in de gebouwinstallaties kunnen we natuurlijk gewoon doorvoeren naar het gebruik van zonne-energie, windenergie. En zorgen dat we geen alternatieve energiebronnen nodig hebben dan zon, wind en warmte die beschikbaar is op dat moment. Autarkie draagt bij, dus de zelfvoorzienendheid van een woning, natuurlijk gewoon in duurzame installaties of duurzaamheid door gebruik te maken van voorhanden zijnde energiebronnen. In de woningbouw kunnen we natuurlijk ook gebruik maken van de warmere temperaturen overdags om die op te slaan en daarmee 's nachts en 's avonds een lekker klimaat binnen te krijgen zonder dat we daar een cv-ketel of iets anders voor nodig hebben. En dat kan met PCM's, kunnen daarvoor toegepast worden en die slaan de warmte op. Hierboven in de techniekruimte zijn twee hele grote buffervaten gemonteerd. Die zijn volgestopt met de bolletjes om de energetische inhoud te vergroten van de buffervaten. Deze worden 5 keer groter als de werkelijke inhoud die hier staat. Het autarkisch wonen sluit naadloos aan op het zelfstandig wonen in lichte stedenbouw en zal door toenemend particulier opdrachtgeverschap mogelijk steeds populairder worden. Met behulp van doordachte architectuur en slimme technische installaties kunnen energiekosten binnenshuis flink gedrukt worden en zijn nutsvoorzieningen overbodig. Dit zijn PCM-matten. En deze PCM-matten die zijn hier verwerkt in dit gebouw om voor de koeling zorg te dragen. De PCM's die hierin zitten, oftewel de faseovergangsmaterialen, die smelten en stollen bij een vooraf bepaalde temperatuur. Deze temperatuur die kiezen we dusdanig dat die gewoon heel dicht bij de comforttemperatuur ligt die in het gebouw aanwezig moet zijn. In dit geval hebben we hier gekozen voor een mat van 18 graden en eentje van 22 graden. Allebei met de eigen specifieke toepassing binnen het gebouw. PCM is de missing link in duurzaam bouwen omdat het de primaire energiebehoefte van een pand verlaagt. Dus in de zomer hebben we minder koeling nodig en in de winter hebben we minder verwarming nodig.